Karim Benzema. Karim Benzema. Het is tijd voor een random weerbericht. Benzema l'a pas reconnu, hein. Bizar. Il y a juste les caméramans pour nous faire reconnaître. Karim Benzema! Oh, you wish you a Merry Christmas. Namens Karim Benzema, in vorm Karim Benzema wel te verstaan, en namens mij, Mattie, wens ik jullie ontzettend fijn kerstfeest en alvast een gelukkig nieuwjaar. En ik hoop dat jullie ook in het nieuwe jaar zullen kijken naar deze random shit en vooral FIFA Los 4 blijven checken. Jullie zijn fucking awesome. Ik hoop niet dat ik jullie mind heb opgeblazen in deze intro, want what the fuck heeft Piet Paulusma, een random Franse vrouw en appelmoesje mee te maken? Ik wil dit jaar afsluiten. Een kerstspecial, een nieuwjaarsspecial, hoe je het ook wil noemen. Dat moet gewoon randomheid bevatten en Karim Benzema. En ik moet natuurlijk ook nog reviewen voordat ik het helemaal ga vergeten. Maar deze info van Karim Benzema, geleend van Menno Veldhuis. Super thanks Menno, je bent echt de baas. Dat je mij zomaar een speler van best wel hoge waarde, want ik weet niet hoeveel die waard is. Volgens mij 200-300k, dat je die zomaar aan mij wil lenen. Echt. Thanks vriend, maar info van Karim Benzema is nog goddelijker dan zijn gewone kaartje. Kijk het gemak waarmee hij die ballen erin schiet, zo van yo, ik ben gewoon Karim Benzema. En ik score als ik dat wil, wanneer ik dat wil. En daarom heeft hij mijn 8 wedstrijden 11 goals opgeleverd. Aan het begin ging het wat matig, maar je moet even wennen aan zijn powers. Kijk deze kobbel ook, hij torent gewoon boven iedereen uit en hij schiet zijn verdediger om met een... Het lijkt op een mitrailleur, maar in de beschrijving van FIFA staat dat een tuinslang celebration is. Really? EA, you are so seriously echt... Dat noem ik pas random. Iemand die schiet zijn medespelers neer en dat noemen ze tuinslang. Dan zeggen ze dat ik random ben, maar EA... In ieder geval, het heeft er niks mee te maken. Ik hoop dat jullie vandaag eigenlijk deze video niet te snel zien. En gewoon misschien deze video zien en niet naar je familie gaan. Want dat is het chillste eigenlijk met kerst. En Karim Benzema die twerkt is ook niet verkeerd om te zien of niet, jongens. Nee, dit is echt een heel raar iets. Maar Benzema, ik hoop echt dat deze vent nog een second in vorm of een team of the season krijgt. Dat zou zo geniaal zijn. Ondanks dat ik hem niet kan betalen, want ik ben een best wel scary YouTuber. Soms zeggen mensen van, what the fuck, je bent YouTuber en je hebt geen coins. Nee. So what? Bij mij, op mijn leeftijd, vind ik het niet meer stoer om coins te hebben. Nu klink ik echt als een opa van 50. Van, oh, in mijn jeugd, jongens, toen vonden wij coins niet belangrijk. Ik vond ik nou allemaal lul. Maar weet je wat het is met Benzema? Je moet hem gewoon uitproberen. En als je gewoon nog nooit Benzema hebt geprobeerd, is het goedkope, non-inform, nu doen. Maar deze review is voorbij. Ik wil jullie echt super bedanken voor het kijken. Ik wil jullie een super fijn kerstfeest toewensen. En enjoy it. Laat een blauw duimpje achter als het vandaag kerst is. Nee, dan laat niet iedereen het blauw duimpje achter, want niet iedereen kijkt het op kerst. Piet Paulusma, sluit jij deze video daar maar af. Wat ons betreft ook. En iedereen thuis, ontmoet en tot morgen.